Goedemorgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Tania's familievloggers. En jawel, het is zondagochtend. Wij zijn gisteren ingecheckt hier in het leuke Fletcher Hotel in Nieuwegein. Daar hebben we heerlijk gegeten en heerlijk geslapen. Dit was het heerlijke bed van de kids. Met een prachtige badkamer aan u. Kijk, dat vonden ze zo mooi. Want dat vonden ze zo leuk. Vanuit de douche. Je zwaaien. Doei, kids. Nou, Farah die is volgens mij al lusjes aan het aankleden. We hebben de bagage alweer een beetje ingepakt. Zodat we straks met late check-out dat in de auto kunnen zetten. Eens even kijken. Onze jongste oudslaper. Ja, die sliep hier. Met papa en mama. Goedemorgen. Kijk eens. Die Felicius. Uitslapen, hoor. De jongste uitslaper. Ja, die doet zo nog even zijn outfit aan. Nou, heerlijk. Dan gaan we zo lekker ontbijten. En dan moeten we een kwartiertje rijden naar het Beatrix Theater. Maar dat gaan jullie zo zien. Op naar het ontbijt. Zo, nou aangekleed wel. Op naar het ontbijt. Dan komen we hier straks alleen op toe. Ja, dat is de theatercaravaan, hè? Die andere caravaan halen we naar de show op. Zo. Op naar het ontbijt. En ze slapen uit. Druk maar op de knop. Ja. Zullen we er allemaal in passen? Zullen we er allemaal in? Ja, dat past precies hoor. Bagage hebben we nu nog niet meer. Jij mag een knopje drukken. Nee, ik. Het restaurant, alle, ja, het restaurant is op 0. Ja, en dan op de 0. Zo. Toppie. Zo, nou. Wie is dit dan? Een liftje wel, hè? Op naar het restaurant. Nou, daar is Danspiet en Westpiet. En Koelepiet, ze stopt achter de groene boom. En dan gaan we als eerst even ontbijten. Voordat we naar het Beatrix Theater gaan. Nou, vrienden, zondagochtend, 7 uur. Ik ga er op zondag 7 uur. De Bellinga's, toch? Ja. Wat dan mogen. Kijk of de broodjes zo uit de oven zijn. De lieve Sint en Piet ondersteunen in het theater, dus daar staan wij vroeg voor op, hoor. Piet niet doorheen lopen, hè? Dat is glas. Ja, dat is... Zag je dat niet, ja? Nee. Oh, oké, okay. Had je bril niet op. Oh, dat wel, ja. Ja, daar wel. Ja, ja, we zaten ook in het hotel met de opnames van de film. Zaten we ook in dit hotel. Ja. Ik ken het hotel. Toen zaten we daar. Ja, een beetje thuiskomen gevoel dit, hè? Ja, Luusjes. Ja, toen was je al wat klein, vriend. Toen was je net 10 dagen. Ja, zoiets. Ja. Nou, 4 allemaal. Nou, maar zoek even lekker eten. Wat ga jij nemen nu? Aba yoghurt? Ziet er wel heel lekker uit. Wil je ook een bakje voor je vader maken? Ja. Dat kan die lekker toe te voeten. Doe je dan die kwark? Nee, doe maar lekker die vruchten. Het is vakantie, hè? En kijk eens, vandaag is Luxie Testpiet junior. Ja, en Lucilla is vandaag Danspiet junior. En Luan is vandaag Koelepiet. Koelepiet, ja. Die gaat met Koelepiet optreden. Ja, nu. Gaaf. Hoor. Nou, we gaan even onze bordjes... Luxie, wil je even... Wil jij een fruitje met meloen? Of een bakje? Ja, lekker, hè? Weer een heerlijk lekker schaaltje met vers fruit. En een lekker ontbijtje. Luxie ook. Liefie, die heeft broodjes geplukt. Lucius die denkt, oeh, doe maar zo'n lekker gebakken ei. Ik heb een cracker, met kaas, een tomaatje en ei. Dat zit er wel weer gezellig bij. Heeft de hik. Heb je de hik, jongen? Ik geef die mama. Heb je de hik? Vol melkbeukje. Ja. Vandaag, jongens, gaat het avontuur zich allemaal weer afspelen in het Beatrix Theater in Utrecht. Waar Luan dus met Koele Piet op het podium het liedje Paniek op het Kasteel mag zingen. En... het is een ander theater dan gisteren. Gisteren hadden wij op de valreep dus nog een familiebalkon gekregen waarin wij de show konden zien. Wisten we ook nog niet van tevoren, maar dat was heel fijn dat we dat alsnog daar konden zien, de show. Heel erg lief van jullie reacties van gisteren. En wat jullie ook schreven, jullie hadden graag ons ook willen zien en knuffelen, ja, en foto willen maken. Dat hadden wij ook heel graag gewild. Maar omtrent aangescherpte pandemieregels zijn we al lang blij dat het door heeft kunnen gaan. We mogen in het theater zelf, niet op de foto met fans. Dat mag eigenlijk alleen maar buiten, in de buitenlucht, zeg maar. Dus als jullie ons tegenkomen en je ziet ons buiten, dan hebben we gisteren ook heel veel leuke kinderen en leuke gezinnen op de foto. Alleen ja, in de zaal mogen we het gewoon niet. Vandaar dat wij dus niet in de zaal te zien zijn.
Gisteren dus waren we wel te zien in de zaal. Konden we vanaf het balkon naar de, jullie allemaal zwaaien. Dat was heel leuk. We hebben echt heel erg ons best gedaan om iedereen te zwaaien en te filmen. En ook te filmen in de vlog. Hadden we dan mijn arm van zwaaien. Ja, dus dat was wel weer een hele leuke ervaring om gisteren zo te hebben meegemaakt. En ja, vandaag gaan we het gewoon weer zien. En ook voor de kinderen die helaas ingedeeld zijn in die andere show. Omdat de zaal dus gehalveerd moest worden. Ja. Ook sorry daarvoor, lieve fans, konden wij helaas niks aan doen. Maar nee, de maatregelen moesten gewoon aangescherpt worden. Ja. Dus, maar anders was het helemaal even, volgende keer komen er weer nieuwe mogelijkheden. Dus laten we hopen dat we gewoon met z'n allen elkaar kunnen zien en kunnen knuffelen. Ja, nieuwe goede tijden. We kunnen meet and greet. Ja. En voor nu ontbijten en dan zometeen. Hij vond het ook hartstikke leuk. Hij heeft gisteren hartstikke goed gedaan ook. Je zou denken, oh, veel indrukjes, maar het viel heel erg mee. Hij heeft geslapen zo. Hij heeft super lekker geslapen. Hij is niet, heeft geen huilbuien gehad of zo. Hij heeft gewoon lekker geslapen gisteren. Lekker genieten onder de douche, mijn jongen. En hij heeft gewoon heel veel slaapjes gedaan in bij mij, ik geef dus nog borstvoeding. Dat is wel echt volgens mij een heel erg pluspunt hier hoor, in dit geval. Dat hij gewoon in mijn armen in slaap valt, zeg maar, als ik hem kan voeden. Waardoor hij dat geborgen gevoel heeft. En die gewoon alles lekker op onze schoot laat overkomen. Laat meemaken, hij is er gewoon bij. Hij is er nu echt gewoon bij. En dat is zo leuk om te zien. De show heeft hij ook gezien en soms lag hij te slapen. En dan was hij weer even wakker in liefie. En dan wordt het ook goed voor je. Maar hij staat allemaal mee, dus ja, hij maakt het allemaal mee. Ja. Hij is nu al trots op zijn grote broer Luan. Zie je maar kijken naar Luan. Dat ik wel had ook dat grote pak aan kunnen. Ja, Luan is je grote voorbeeld. Je grote broer. Ja, grote broer. Kijk, daar zit hij. Hele grote broer. En grote zus Luxe. Ja. Nou, eet maar. Stella die was nog even wat halen. Wat was je nog vergeten? Een botertje. Boter. Zat het leuk, hè? Hotel ontbijten. Gezellig hotel op weg. Nou, vandaag is Luxie Tesspiet, hè? En Lucilla Danspiet, die hebben ze nou omgewisseld. Ik ben Tesspiet! En nou ben jij Tesspiet. Ja, en Luan is vandaag Koele Piet. En Luan is de Koele Piet. Ik wil mijn Koele Piet pak ook wel aan, hè? Ik zei, ja. Maar waarom? Nee, dat doe je niet. Je gaat bewaar die maar voor pakjesavond, zei ik. Nee, anders ja, hij wordt dubbel. En ik hoef geen stand-in te zijn voor Koele. Nee, Koele Piet is helemaal aanwezig. Het was leuk gisteren. Het was echt heel leuk, de show. De theatershow. Echt, de show was echt super. En ook het hele theatergebeuren, het spektakel, de liedjes. Och, Luxie heeft ook hier best een meedansje rond achter het schermen. Ja. Echt heel erg leuk. Nou, dus vandaag gaan we het weer allemaal pas af laten komen. En jullie gaan met ons. Jullie gaan dus mee. Oh, mama. Ja? Daartoe. Ja, dit zijn alle hotels die ze van dit hotel hebben. Zie je dat? Er zijn er heel veel. Er zijn er heel veel, ja. En we hebben er vandaag één en gisteren één gehad. Ja. Van hetzelfde. Ja. Ons ja, toen waren we gisteren. Vandaag zijn we in deze. We mogen ons camperbusje backstage bij de artiesteningang parkeren. En daar staan we met Marin. Goedemorgen, Luan. Hey. Showtime. Lekker geslapen, Marin. Ja, best wel. Optreden hoor, gisteren. Ja? Ja, ik vond het zo mooi. En jij ook, hè? En jullie zien er weer zo mooi uit vandaag. Ja, we gaan weer genieten. Jij was gisteren Danspiet. En vandaag ben je Tesspiet. Hé, hey, er zit aan de zon. Ja, vandaag is Luan Koele Piet, hè? Vandaag is Koele Luan. Nou, we zijn dus zoals jullie horen achter het station. Daar is het station in Utrecht, als jullie me horen. En we gaan hier via de backstage ingang het Beatrix Theater in. Kijk, hier. Moet je naar binnen toe? Hier, de achteringang. Ja, kijk. Ingang. Artiesten, Luan. Artiesten. Kijk, zo gaan de artiesten naar binnen. Ja, daar is Suus. Oh, Suus is er ook weer bij. Ja. Suus is ook weer van de partij. Tante Suus. Kijk dan. Lekker geslapen. Hey, Tante Suus is er ook weer. Goedemorgen. Geslapen? Wij hebben wel lekker geslapen. Ja, zeker. Oh, goedemorgen Martijn. Goedemorgen, hi. Kan me niet vies. Dan hebben we hier een eigen backstage kamer weer. Nou, spannend hè, Luxie. Dan gaan we hier weer de trap op. Zo, gaan we de trap naar boven. Papa heeft geklommen met de kinderwagen. Ik zie hem op het trapje zitten. Zit je haar goed, kerel? Ja. Oh, wat zie je? Oh, oh, oh. Ja, dus, artiesten. Ja, die treden hier ook wel eens op, jongen. Zie je dat? Oh, en die musical. Leuk, hè? Grappig, hè, hier? Ja. Leuk wat er allemaal te zien valt. Oh, kijk. En, Ja, André van Duin. Ja, André van Duin. Ik moet even nadenken. Kijk dan. Dat is onze kamer voor vandaag. Nou, kijk, er is zelfs een
Familie Belling gaat tekenen klaar. Ja, dat heeft iemand gemaakt. Ah, oh echt? Ik denk dat heb jij gemetseld. Dat is Suus. Gezellig jongens. Ook weer een lekker plekje om te vertoeven. Toch? Zo, oh, kijk, we mogen wat. Er zit wat lekkers voor jullie bij. Chocoladerepen. Oeh, die lust Lucella niet. Tot zo. Kun je thee? Koffie. Die hebben we net op. Dankjewel. X. En een Griekse ei. Wow. Zo. Heel mooi, liefie. En Lucie is nog, hè? Oh ja. Ja, die mag zelfs. En Lucie en Sammy. Ja, Sammy. Ja, maar ja, die zijn hier niet. En ook nog de belling gehaald. I, C. E. En dan de S. Ja. Lin, ga. Samen zijn we de? Bellinggaal. Ja, leuk. Dit is mijn handtekening. Goed een hartje maken. Ja, Luxie kan heel goed hartjes maken. Heel mooi, liefie. Goed, nou, hebben we ook hier een krabbeltje achtergelaten. In dit theater. En je kunt hier ook even in de spiegel kijken of je... pak goed zit. Oh? Oh, ik denk dat de spiegel beweegt, maar het was ook wel leuk, hè? Kun je even kijken of alles goed zit? Lucilla zit er helemaal in een rol. Ook kastjes. Ja, ook kastjes. Grappig, hè? En dit zijn kluisjes. Hier kun je die dingetjes in bewaren. Die, ja, dat klopt. En Luxie maakt er nog even een meer groter kunstwerk van. Oh, en hier hebben we ook een grote spiegel. Kijk, Lucie is er ook bij vandaag, hè, jongen. Hij kijkt weer zijn oogjes uit, jongens. Kijk. Ja, Hij is, heeft lekker geslapen. Vannacht heeft hij goed geslapen. En hij is weer heel lekker wakker. En rond aan het kijken wat er allemaal te zien valt. En hij vindt het allemaal prima. Zo vanuit de arm vindt hij het allemaal perfect. Kijkt hij zijn oogjes uit. Kijk, hoe schattig. Ja, Livie. Wat is er? Ben jij klaar met jouw teken? Kijk dan. Maar serieus, Luxie. Ik vind het echt knap voor een driejarige. Kijk haar hartjes maken dan. Knap hoor. Ik wist niet dat je dat zo goed kon. Ja, je kan nu al lekker oefenen met dansen. Dit is een pasje wat hij heeft geleerd op hiphop. Ja. Is hij heel hard op het oefenen. Ja, dan was je. Ja, nee, zo. Kijk. Achter en voor. Achter en voor. Achter en voor. Die. Ja. Ja. Oh, ze heeft verder getekend al. Wat heb je gemaakt? Oh, liefie. Heel veel hard. Goed gedaan. Nou, laat zien. Achter en voor. Goed zo. Ja, en dan de andere kant. Achter en voor. Achter en voor. Achter en voor. En dan ga je armen erbij gebruiken. Ja. Nou, oefenen. Nou, laat zien. 3, 2, 1. Achter en voor. Achter en voor. Pom, pom, pom. Ja, die gaat ook lekker, jongen. En mama gaat nu daar naartoe. Ja. Nou, nu anders nog lekker aan dansen. Ah, Marin die komt in met lekkere waterflesjes aan. Heerlijk. Voor de concentratie. Ja, hij was al druk het oefenen met dansen. Mag ik jou heel veel succes wensen? Bedankt. Marin moet naar voren. Dus ik kan je niet mee naar achteren nemen, zo, naar beneden. Ja, dat is hier anders, hè? Met de ja, en het is hier anders. En ik moet gasten ontvangen. Doe maar. Die ons allemaal ondersteunen. Met sponsoring. Zakenrelaties. Marin moet aan de bak, jongen. Dus als jij goed optreden doet, is het goed voor iedereen. De druk is niet hoog. Misschien kan ik dan wel een sponsor aan je koppelen. Ja. Oh. Dat zal het zijn. Krijg je een boodschap? Hoe kan dat? Ja, het is een beetje een vervelend ding. Jullie deden het heel handig. Oh ja, okay. Het is geen draaidop. Ja. Teruggooien in het potje. Ja. Ja, gaan we naar de volgende. Lekker. Nou, ze gaan iets maken van toversand. Dan heeft Suus allemaal die mooie potjes. Die je eraf halen of die? Kijk. Oh, dat blijft plakken. Ja, maar dat zijn stickertjes. Oh, en die ja. Moet je met een satéken. Och, kijk dan, een mooi roze hartje. Moet je dan de dop afhalen en dan... Ja, als je te veel hebt wel. Ja, heel goed. Handig op zo'n bakje inderdaad en dan weer terug doen. Ja. Zo. Heel handig. Nou, dan kijk, allemaal mooie kleurtjes. We hebben hier mooie blauw en geel. Mag je aanwijzen? En paars. Zo'n oranje. En net zo'n mooie kleurtjes. Ik doe al de hartjes roze. Alle roze hartjes. Zo. Kijk, en Luan heeft een ridder. Zo. En Luxie heeft een mooie vlinder. Ja, doe maar hierop strooien. Stikkertje eraf gehaald. En dan? Kijk, doe maar pakken. Oh, doe maar zo. Op het papier.
Een beetje van die poeder. Ja. En dan eraf. Aha, leuk. Papa. Nou, dit is een lekker knutselwerkje, jongens. Ja, we verzinnen wel iets. Ja, dat is even altijd wel weer goede ideeën, ja. Kan mama inspiratie uithalen hieruit. Hè? Dit hebben wij nog nooit gedaan. Dit is weer echt een nieuw. Nee, er moet een andere kleur, want dan is het dezelfde kleur. De groene. Groen. Een beetje zelf strooien. En doe ik nu de zwarte. Wat zou ik nu een keer? Ja, ga maar strooien. Ik ga de randje. Stop maar. Goed zo. Heel goed. Kijk, is die groen geworden. Mooi hè? Mag ik deze groen? Welk stukje wil je nu? Nou, welkom allemaal. Ik ben Sinterklaas. En vandaag gaan we weer naar het theater. En ben ik hier met Lucius aan het spelen. Hallo Lucius, wat ben je allemaal aan het doen hier? Hallo. Ben je lekker even aan het kijken naar jouw speeltje? Kut. Volgens mij had jij die in je school gekregen. Hij zag op krabbeltjes. Hij vindt deze patroontjes veel leuker. Dit vindt hij mooi om te kijken. Vind je dit mooi, liefie? Schatje. Toch zo blij dat ik die ringen meegenomen, hè? Kan hij net even iets meer dan alleen maar liggen? Alleen rechtop zitten, dat kan hij namelijk nog niet. Ja, allemaal praatjes, hè? Die is al heel blij geworden. Oh, die is ook mooi. Och, kijk dan. Oh, je bent er ver. Mooi. Deze is mijne. Dat is heel mooi, liefie. Heel mooi. Ach, Luan die heeft het bijna af. Dus met de laatste randjes bezig. Ik ben de tweede. Ja, Lucilla is met de tweede begonnen. Die heeft de bloemen ook helemaal klaar. Mooi, liefie. Luxie, ja. En Luxie, oh, dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie vlinder. Nou, kijk, en Luan die laat zijn voeten in het gras staan. En dan een beetje wit en dan blauwe lucht. Wauw. Nou, dat was een heel mooi, kids. Wil je hier in de kast tot hier? Nou, mama, Luusje is nog even aan het knuffelen. Zo, krijg je nou zelfs een plastic hoesje om? Ja. Kijk, deze heeft er maar twee ingedaan. Ja, dan blijven ze mooi. Ja, oh, mooi. Deze is er nog op. Oh-oh. Nou. Hé, wat zeggen jullie dan? Bedankt, tante Suus. Voor dit. Oh, zie je van nu al aan. Zo. Ja, vet, hè? Hey, die is echt heel pro, man. Nee, hij zit niet op zijn kop, hoor. Zo. Wow. Nou, wij zijn op naar de show. En eens kijken. Zo, nou Luan. Gaan we, jongen. Genieten, hè? We gaan nu dus mogen nu wel de zaal in. Zin in. Nou, kids, wel even met de dans, Pieter. Hey, succes, hè? Succes. We gaan genieten. Doei. Goedemorgen. Nee! Ja, heb je er nog één? Oh. Heb je er nog één? Je hebt gisteren gekeken, toch? Ja. En dat gaan wij doen. Ja. Leuk. We gaan rock op het podium. Echt wel. Paniek op het kasteel, hè? Ja. Gisteren 1 miljoen keer beluisterd op Spotify. 1 miljoen? 1 miljoen op Spotify, ja. Hé, hey, zijn we er klaar voor? Ja. Ik zeg al heel veel plezier. Doe papa de deur open. Moet ik even zo gaan staan. En dan op naar de show. Oh, 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 oh
Yes, yes. Zijn we bij de. Ik tel op 3. En dan hoeven jullie straks allemaal iets enorm staats. Nee, wacht. Dat is goed. Dat ik dan bang was dat ik iets staats ging. Ik dacht in bed en dan. Ja. Dat is een beetje bang. Ja, dat is een beetje bang. Grote broer gaat zo meteen zien. Hij gaat naar jou kijken, zie je? Ja, de broertje. Mooi, hè? Ik zie gaan mijn werk steeds, dat anders is. Yeah.
high five. Niet vergeten. Ja! Oh, wat voor een kleine man is dat. Ja! Wat vond je daarvan, jongen? Super! Vet was dat, met hè? Met al die dansbieten op de achtergrond. Leuk, hè? En die discobal in de muur. Ja, ik zat één keer even naar achteren te kijken, want ik was benieuwd. Oh, hoe het eruit zag. Nou, niet opgevallen. Ik heb alleen maar gezien dat je heel erg uit je dak ging. Dat is leuk. En zag je ook de zaal, de kindjes? Ja, ja, die zo met de handen heen en weer te zwaaien. Ja, leuk was dat dan, hè? Ja. Echt heel erg goed gedaan, kerel. Ja. Super, super, super trots. Mag je straks nog een keer? Want we hebben ook vandaag twee shows. Ja. Dan mag je zo nog een keertje. Ja. Zenuwachtig? En dan ga ik mee achter de schermen. Nee. Ja, ik was niet zo zenuwachtig. Nee, ja, ik ga mee helemaal, achter de schermen. Hij gaat gewoon. Hè? Je hoeft niet naar Luan. Nee, ja, maar Luan die... Luxie mag nu mee backstage. Lucille was ook meteen. Ja, Luxie die was mee backstage. Ja, en Lucille mag Lucille. En Lucille mag ook straks mee wel backstage. En Lucie zoals iets groter. En Luxie die was wakker, hè? Die keek mee. Nou, we gaan nog even lekker verder met ons knutselzand. Ja, en broodjes eten. En ja, ze hebben pakketjes, lunchpakketjes voor ons gebracht. Super lief. We hebben lekkere sandwiches. Oh. We hebben een hele blonde banaan. We hebben een lekker reepje erbij. Mm. En een lekker flesje chocolade. Ik zeg, eet smakelijk. Nou, en ondertussen zijn we weer even aan het wachten tot de volgende show gaat beginnen. Dus het is ronde 2. En in ronde 2 gaat Luan het andere liedje doen. Dus eerst had hij het Vergeten Pietje gedaan. En nu gaat hij Paniek op het Kasteel zingen. Maar voordat de zaal binnenstroomt en het gaat beginnen, zijn ze eerst weer slijm aan het maken. Met tante Suus. Kijk. Ja, ja, ja. Ze hebben weer de slijmbakjes gevuld. Oh, er zit een stukje zandtekening in. Zo. En Luan heeft een groen, passend bij je outfit. En een roze. Een roze fluffy slijm gaat het worden. Een fluffy glitterslijm, of niet? Het glitter nou, is het liever kleur. Ja, ga maar roeren. Oh, ja, weet je wat gisteren bij je zus, dat het toch een beetje paars werd? Ja, moet je goed roeren, Sil. Goede spierballen gebruiken. Kijk, zit jij hier lekker te spelen? Zit jij hier lekker te spelen? Hm? O, schatje. Ja. Hij zit weer naar die patroontjes te kijken. Huh? Zo, ja, oké, we hebben nog even knutseltijd. En dat is u zegt, nou... Het wordt een fluffy. Ze had een fluffy slijm. Ik ben jou bijna klaar. Oké, Luxie maakt even de vlinder af. Mooi, Luxie. Ja, jij bent ook heel goed. Ik geef wel heel concentratie. Tongetje uit de mond. Niet ja, hoor. Kijk dan, nou gezellig hoor. Dat fijn dat Suus erbij is met de knutselclub. Met tante Suus is het een stuk gemaakt. Die vervelen zich een moment. Mooi, Luxie. Ja. Ja, dat wil ik aan. Ja, maar ik vind het wel mee. Ja. Nou, kids, nog even lekker knutselen. En dan naar de tweede show. Oh, en kids, dat is wel weer afgelopen. Dat is alleen nog maar een herinnering. Ja, dat is klaar. Gelukkig nou, hebben we erin. Vlogje van. Het is er bijna tijd. Ik tel al weken de nacht. Ze mag het altijd vijf deze beurt zijn. Wat is dit? Jij was vet cool. Lief vriendin, hoe is het met je? Je hebt een danspiek aangedaan vandaag en jij bent mijn kleine tuspiek vriendin. Ja, lieverd, hoe is het? Heel fijn. Ontzettend veel. Sala. Nee, dat gaat het toch niet, Sala. Er is paniek op het kasteel. Geloof me, het is echt geen leuk afril. De pieten van de club zoeken zich schil. Het is altijd puntier heel en we met z'n allen. Wil, dan is dat zo van ja. Wil. Oh, oh, wil. En dan? Oeh. Lieve schatjes, omdat ik het zo gezellig vind dat jullie hier zijn, heb ik deze voor jou, lieve Luxie en Lucilla. En natuurlijk, dit is de belangrijkste. En natuurlijk voor jou, Luan. En deze is voor jullie broertje, die geeft ook aan jou. Yeah. En dan hebben we deze nog, die is ook voor jou. Kan je op je deur hangen? Oh nee, heb je hangt dan een poster in die kamer. Nee. En het Lucius. En het belangrijkste? Kijk. Wat betekent dit? Dat je bij de Club van Sinterklaas hoort. Zo is het, en dat hoor jij zeker. Bij de Club van Sinterklaas horen, wil je dat? Ja. Alsjeblieft, lieverd. Kijk eens, Luxie ook, hè? Bij de Club van Sinterklaas? Ja. Alsjeblieft hoor. Dankjewel. Dan kunnen we hier mee sterretjes voor mij. Dat gaat lukken, hè?
Hey, wat is er gebeurd? Alles is button en kaart. Luxie, wat heb je? Kaartje. Heb je gekregen? Kaartje en, kijk eens, de Club van Sinterklaas trofee. Ah, zo trots mij. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Zijn jullie er klaar voor? Ja! Dat weet je toch wel? De vader van Tesbiet. Oh, dus het is heel belangrijk dat je geen stoute dingen doet. Ja? Thank you.
kasteel. Ongelooflijk! Hé, Luan. Haal nog een keer een applausje. Haal nog een keer een applausje. Ja! Oh, dank jullie wel voor dit geweldige feest. Zo, nou. Kijk. Luan, die was nog even backstage. Die komt er zo aan. Je ging los, jongen. Je ging los. En daar was Luan. Hé, hey, vriend. Super. Genoten, vriend? Ja. Hoe vond je het? Is het voorbij of niet? Superleuk. Ja. Superleuk. Nou, dan gaan we nu de tas inpakken. En dan vertel, lieve tante Suus, bedankt voor het oppassen en het spelen en het helpen. Nou, voor het knutselen. Super genoten. Wij doen de tassen en dan het hotel de koffers ophalen. En dan gaan wij door. Nou, zeg maar dag, mooie backstagekamer. Dag. Zo, nou, het is middels daglicht. Vanochtend was het donker hier. Ja. Maar nu, kijk eens. Blauwe lucht. Nou, heel lieve tante Suus, bedankt voor het brengen. Tot aan de deur. En het helpen. We gaan je missen, maar we blijven je altijd terugzien in de vlog. Wij gaan weer terug naar onze hotelkamer. En dan gaan we de spullen erin pakken. En ja. Dan gaan we, ja. Dan gaan door. Lieve tante Suus, bedankt. Ik hoef je niet te bedanken. Echt super dank je wel. Echt heel fijn. Ik hoop je zeker nog een keer te zien. Ja, we zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt, lieve tante Suus. Doeg. Nou, en hier moeten we nog even de koffers ophalen. Want ja, we gaan niet zonder koffers naar huis natuurlijk. Nou, wij zitten weer lekker op de kamer. Wij gaan de spullen inpakken. En wij gaan weer, ja, weer ergens naartoe. Zeggen we jullie nu alvast. Maar dat gaan jullie morgen zien waarom. Want we hebben nog een verrassing. Een last minute verrassing voor de kinderen. Zeker. Maar ze weten nog nergens wat vanaf. Nee. Dat gaan jullie morgen zien in de vlog. Wij gaan nu de koffers inpakken. En uitchecken bij het hotel. We hopen dat jullie dit leuk vonden. De backstage vlog van de vlogs van afgelopen weekend. We hebben weer een ontzettend bijzonder avontuur achter de rug. Een hele mooie ervaring ook voor de kids natuurlijk. Ja, om lekker op het grote podium te staan. Vond je het leuk, podium? Ja. Zeker weten. Voilà. Het was echt een feest. En heel leuk ook zoveel van jullie te hebben gezien. Ondanks natuurlijk allemaal beperkingen hebben. Konden we wel naar heel veel van lieve kinderen zwaaien. En zagen jullie er allemaal prachtig uit. En vandaag de show meemaken. En we hebben de show ook weer vanuit de zaal. Ja, het was allemaal last minute. Konden we alsnog toch nog in de zaal. Ook heel erg fijn dat toch uiteindelijk nog wel allemaal kon. En we hebben gefilmd. Hopelijk zie je jezelf terug. Ja, het kan zijn dat je jezelf terugziet in de vlog. Laat het dan even weten. Misschien wel grappig om te zien. Ja, ik heb mezelf gespot. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel! Niet abonneren, klik op belletje. En we zien je morgen weer een nieuwe vlog. Een verrassing. We willen zeggen dat we de laatste bedankt. En vanuit Shortels. Tot de volgende keer. Doei. Volg je hart, boem, boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem, boem mee. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, 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 mee. Dans mee en blijf.